Hey meiden en jongens, heb je wel eens dat je 's avonds in bed ligt en je kunt gewoon niet slapen omdat je hoofd helemaal vol zit met allemaal gedachtes? Ik had het bijvoorbeeld wel als ik de volgende dag jarig was. Dan kon ik maar niet slapen omdat ik dacht aan wat zal ik krijgen, wie zullen er komen, hoe zal het allemaal gaan? En ja, ik bleef maar wakker en een beetje omdraaien. Slapen, daar kwam helemaal niks van. En dan zei mijn moeder, weet je wat je moet doen? Je moet nou gewoon eens aan iets heel anders denken. Doe je ogen gewoon eens lekker dicht. En denk aan iets dat je heel lekker vindt. Of denk aan een hele leuke vakantie. Of aan mooie bloemen. Of aan dieren. Of aan mooie figuren. En weet je, als ik dat deed, voor ik het wist, lag ik te slapen. Gewoon door aan iets heel anders te denken. Hey, weet je wat ik nu wel eens doe als ik aan heel veel dingen moet denken? Ga ik gewoon een eindje wandelen. Dat helpt ook om gewoon even op andere gedachten te komen en een beetje uit je hoofd te komen. En als ik dan ga wandelen, dan kom ik hier wel eens bij het Indië monument. Dat is een monument. Het gaat over mensen die in de tijd van de oorlog gevangen zaten, onder andere in kampen. Ze hadden niks gedaan, niks ergs, maar ze werden zomaar, omdat het oorlog was, gevangen gezet. Moet je dat eens voorstellen, dat je ergens zit op een hele onprettige plek zonder dat je iets gedaan hebt. Hoe overleef je dat? En weet je wat de mensen vaak deden? Ze gingen ook aan iets heel anders denken. Aan de tijd die fijn was en mooi was. En doordat ze dat deden, lukte het om toch te blijven leven en toch weer verder te gaan. Daarom staat op dit monument: de geest overwint je gedachten. Daarmee kun je heel sterk aan iets anders denken en dan lukt het om verder te gaan. Hey, we lazen net over Paulus. Hij zat ook gevangen. Ook zonder dat hij iets verkeerd had gedaan. De keizer had hem in de gevangenis gezet in Rome. En wat deed hij? Ja, precies hetzelfde. Hij ging ook aan iets anders denken. En hij zei tegen zichzelf, die keizer kan wel denken dat hij mij gevangen gezet heeft. Maar ik vind dat ik door iemand anders geboeid ben. Ik ben van Jezus. En ik ben helemaal in de ban van hem. Dus die hele keizer kan me eigenlijk niks schelen. Hij zei eigenlijk ook, de geest van God is veel sterker dan de keizer en die overwint. En hij bracht zichzelf steeds te binnen. Als ik maar weet dat ik van God ben, dat ik bij Jezus hoor, dan ben ik veel sterker dan zo'n sterke machthebber.